Joël van Kaam, 1-1 vandaag hier tegen FC Utrecht. Een terechte uitslag? Ja, ik denk het wel. De eerste helft hebben wij de meeste kans gehad. Ik denk dat de fase was dat Utrecht de betere ploeg was en dat wij wat verslapten. Dus ik denk wel dat 1-1 op zich wel terecht was. Ja, de trainer noemde het een uitgedunde groep van FC Groningen. Ja, dat mag je rustig zeggen, denk ik. Maar hoeveel spelers misten jullie wel niet vandaag? Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar het was wel een flink aantal. Maar ook met jongens van onder 17 erbij denk ik dat we goed bij elkaar zijn gebleven. En dat iedereen gewoon goed zijn best heeft gedaan. En daarom stonden we samen gewoon heel goed. Dus hebben we denk ik gewoon goed gedaan. Binnen 3 minuten staat het alleen 0. Ja, jij maakt hem. Vertel eens, hoe ging die goal? Volgens mij verzag. Onderschepte Max. Max onderschepte een paas en... Volgens mij dribbelde hij nog iemand voorbij. Paas hem op Gio. Gio gaf hem laag voor en had ik hem voor het intikken. Ja, leeg doel bijna had je voor het intikken. Maar ja, je moet er wel even staan op dat moment natuurlijk. Ja, inderdaad. Nee, het was goed dat Gio mij zag. Dus kon ik hem goed intikken. Heel veel lange ballen gebruikten jullie vandaag. Was dat de opdracht van de trainer? We wisten wel. We moesten even kijken zeg maar, hoeveel ruimte er achter zou liggen. Omdat we met 2 spitsen zouden spelen. En op een gegeven moment lag er gewoon veel ruimte, dus konden we dat benutten. Jullie gebruikten ook heel veel strijd en gebruikten heel veel tweede ballen. Heren, we zijn hier een interview doen. Mogen we even een beetje rust, alsjeblieft? Laat het niet in de gaten, sorry. Ik zeg al van, jullie gebruikten heel veel strijd, maar jullie hebben ook heel veel tweede ballen. Wij zijn sowieso bekend omdat we veel strijd leveren. Dus dat hebben we vandaag ook weer gewoon prima gedaan. En dat moet ook nooit verzwakken. Snelheid hebben jullie heel veel voorin, hè, nu? Ja. Vooral met jou. Ja, ik denk ook... dat moesten we vandaag ook benutten. Zeker omdat er ook een aantal keer veel ruimte lag. En die hebben we dan ook een paar keer goed benut. In de rust gaven we nog wel aan van dat het nog wel vaker kon. Dat probeerden we dan in de tweede helft om te zetten. Maar jullie begonnen slecht aan de tweede helft. Want binnen een paar minuten was het 1-1. Ja, klopt. We begonnen wat zwak gewoon. En toen verloren we ook de tweede ballen. En toen in de omschakeling maar zeiden 1-1. En dan het is gewoon een stom begin van de tweede helft. En dan maar dat moeten we dan gewoon weer oppakken. En dan denk ik dat we dat prima hebben gedaan. Ja, maar jullie raakten wel een poosje de controle kwijt. Toen kreeg Utrecht een beetje de controle over de wedstrijd. Ja, klopt. Ongeveer een kwartiertje was Utrecht de bovenliggende partij. Ja, dan is het gewoon de zaak om dat weer recht te zetten. En ik denk dat we dat uiteindelijk wel prima hebben gedaan. Ja, de meeste mogelijkheden, maar echt hele grote kansen waren niet, maar de meeste mogelijkheden waren voor jullie. Ja, ik denk dat Utrecht ook maar 1 of 2 kansen heeft gehad, waarvan 1 doelpunt. Maar inderdaad, wij hebben wel de meeste kansen gehad. Het zegt natuurlijk heel veel dat zij in de blessuretijd nou 2 wissels gaan toepassen, hè? Zij gingen echt voor die punt. Ja. Ik weet niet. Volgens mij, ik had het idee ook wel. Dat zij daarvoor gingen. Dat maakt ons niet zoveel uit. Wij moeten dan gewoon door blijven gaan. Volgende week PSV, ook een lekkere tegenstander. Ja, inderdaad. Als het daar ook een goed resultaat om gaat, dan zou dat mooi zijn. We staan nu een paar punten achter op AZ. Die heeft volgens mij ook gelijk gespeeld. Nee, AZ heeft gewonnen. En 4 minuten in blessuretijd, maar 5-4 van Feyenoord. 5-4? Oh, ik dacht 4-4. Ja, dat is jammer. Maar dan is de zaak om volgende week 3 punten te pakken.